Wie zou het eerste opgepakt worden door de politie? Sowieso jij. Ja, maar jij bent zo'n rattig. Hi, wij zijn de cast van The Takeover, die nu te zien is op Netflix. En wij gaan een paar vragen voor jullie beantwoorden. Wie is er wel eens gehackt? Waarom kijken we allemaal naar mij? Maar jij bent de enige die nuttig is om te hacken. Oh my god. Nee, ik ben niet gehackt, man. Mijn mail is volgens mij wel een keer gehackt. Oh ja, jaren geleden. Ja, want ik heb toch wel stiekem hetzelfde wachtwoord voor gewoon duizend dingen. Ik weet het. Maar dat ga ik straks proberen heel snel te veranderen. Ja. Iemand heeft mij geprobeerd te hacken. En die stuurde een bericht met: hey, om je account veilig te houden, moet je nu inloggen. Maar op een gegeven moment voelde ik gewoon aan de tone of voice dat de hacker een beetje geïrriteerd werd. Dus toen heeft hij me niet kunnen hacken. Wie zou het eerste opgepakt worden door de politie? Hoezo? Sowieso jij. Ik weet niet waarom. Wat? Ja, maar jij bent zo'n rattig. Heb je zelf wel eens moeten vluchten voor de politie? Ik heb wel eens gered, maar onbewust, zonder dat ik het wist. Oh. Ik was eigenlijk net klaar met trainen en ik was aan het rennen met een tas. En toen kwam er in één keer op een pleintje kwamen vier auto's en stapten allemaal uit. En ze zeiden, stop, blijf staan, handen omhoog. En toen gingen ze me checken. Ik zei, wat zit er in je tas? Ik zei, natte onderbroeken, natte trainingsspullen. Uiteindelijk gingen ze inderdaad kijken en toen hadden ze me voor iemand anders gezien en ik mocht weer doorlopen. Wat is je meest criminele daad ooit? Het is helemaal gewoon echt. Heb je een autoradio gestolen? Jij hebt ruiten ingeslagen. Ik heb ruiten ingeslagen. Hé, maar jij bent een totale gek, ben jij? Nee, ik heb gewoon een keer een sleutelhanger gestolen in de Efteling. Dat is een laf verhaal. Dat vind ik echt helemaal geen probleem. Wie heeft het moeilijkste wachtwoord? Ja, dat is het. Dat gaan we niet zeggen. Nee. Noortje, die heeft één wachtwoord. Heel moeilijk wachtwoord. Maar wat is het? Ja. Maar hoe vorm je je wachtwoord? Ik heb wel nog zo'n deel van wat mijn vader vroeger al als wachtwoord. Dan ga ik ook beginnen. Ja, ik ben dat moet jouw redden. Ja, nee, ik heb de hele familie ook straks. Oké, de geboortedatum van mijn vader, maar dat weet niemand. Maar dan hebben we twee uitroeptekens. Nee, hier gaan we het niet over hebben. Sloes, klaar. Ja, wie heeft het makkelijkste van gehoord? Nou, ik niet. Nee, ik denk jij niet. Hebben jullie wel eens een personage wat je hebt gespeeld als wachtwoord gebruikt? Ja, maar wij zijn nooit zo diep gegaan in onze rollen. Dat zijn... jij dus wel. Ik dacht er nog meer dingen. Hebben jullie dat ooit weer eens gedaan? Ik wel. Dit mag niet meer. Oké, dus als iemand Noortje wil hacken, dan moet je dus haar vaders geboortedatum. Mary en dan 26-4. 19. Uitroepteken punt. Vergeet niet de Takeover te checken. Hij is nu te zien op Netflix.